Het is vandaag donderdag 29 maart 2018 hier in de Sociëteit de Witte voor de 33e bijeenkomst van de Tilburg University Society. We hebben een belangwekkend thema, de vormgeving van de Europese instituties op lange termijn. En we hebben twee eminente sprekers. De eerste spreker is meester Piet Hein Donner, vice-president van de Raad van State en meervoudig minister geweest. Die zal de aftrap doen over de Europese instituties op lange termijn. En de tweede spreker is professor Wim van der Donk, commissaris van de Koning in Noord-Brabant, maar ook hoogleraar bestuurskunde aan Tilburg University. En die zal vooral in zijn capaciteit als hoogleraar bestuurskunde refereren aan het betoog van meester Piet Hein Donner. Als je het hebt over de vorming op langere termijn van de instituties van de Europese Unie, we in een tijd leven waarin je daar minder over kunt zeggen dan ooit. Vanwege alle ontwikkelingen die je ziet, processen van politieke ontvlechting die verontrustend zijn en die ook rechtstreeks raken aan de Europese Unie en ook de lidstaten daarbinnen. Dat tegelijkertijd dat niet betekent dat je maar het moet waarnemen en hopen dat het goed gaat, we staan er zelf bij. Dat punt zal betoog ook zijn dat de oplossingen niet liggen in wat nu veelal gepredikt wordt, terugvallen in een bestel van nationale staten, maar ook niet in wat heet een grote sprong institutioneel voorwaarts met de vorming van nieuwe eenheden. Dat die beide perspectieven weinig, die beide opties weinig perspectief bieden. Maar dat we moeten uitgaan van de situatie die we hebben, ook met de krachten die daarin zitten. Dat daarin de discussie geleidelijk aan weer op gang is gekomen over de euro. Daar spelen alle elementen die een rol spelen. Democratische legitimatie, de plaats van lidstaten in het geheel, handhavingsvermogen, handelingsvermogen, solidariteit ook onderling. Maar dat het daarbij gaat niet om dit of dat is de beste optie, maar om de verschillende kanten van hetzelfde probleem. En dat ook bij dat alles, ook als we institutioneel veranderingen realiseren, dat vermoedelijk het grootste probleem, namelijk de groeiende aversie tegen de Europese samenwerking, niet weg zal nemen. Want dat berust op een toenemend deel van de bevolking dat in de Europese Unie geen perspectief meer ziet. En dat hangt nauw samen ook met vragen van marktwerking. En dat is derhalve bij uitstek het onderwerp waar de Europese samenwerking zich op zou moeten richten. De groeiende verschillen in inkomen, in vermogen die er zijn. En dat op die wijze vermoedelijk je sneller de aversie een oplossing kunt bieden dan door institutionele veranderingen.